Goedemorgen. Is het elektrolyzing pas 7? Hallo guys, welkom bij een nieuwe video. Ik ga eventjes deze rapy eten. Oh, verkeerde kant. Deze. Dit is echt amazing. Dit is carrot cake. ASN Oat Bar. Code Aloalies. Oké. Ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken. Ik ga nu naar de sportschool en ik zie jullie daar. Kijk dan hoe lekker dit eruit ziet en de inhoud. We hebben geen pre-workout vandaag, we gaan terug trainen. En we beginnen standaard, ja, ik weet niet of jullie het al kunnen raden, maar met de overhang barbell rows. We zijn hier in de file, dus ik ga even deze proeven. Dit is de nieuwe 20 gram proteïne chocola caramel crunchy proteïne bar. Dit is niet normaal. 20 gram proteïne in zo'n barretje. Dat is bizar. En hij is dus crunchy en het is chocola caramel. Ja, sorry maar. Ik denk dus dat het een beetje gaat smaken naar Mars. Kijk hoe die eruit ziet. Oeh, dat je toch helemaal... We gaan deze taste testen. Ik moet eerlijk zeggen, het lijkt wel, het is wel echt een proteïnebar. Dat proef je ook wel een beetje. Het is niet dat je een hele chemische proteïnesmaak hebt. Dat is wel lekker. Zeg maar dat dat er niet in zit. Het is net alsof je een soort van brownie aan het wegbeuken bent. Met daarbij een klein beetje karamelsiroop. En aan de buitenkant is dan het crunchy laagje. Dus, maar is die lekker? Dat is de vraag. Nog even een hapje. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik liever een mandarijntje eet nu. Ik denk dat het meer aan mij ligt dan aan die bar. Good morning, girly popsie. Popsie, popsie. Ik was eventjes een videootje aan het editen. Ik ga even naar de sportschool, want dat moet ook gebeuren. Ik heb vandaag ook mijn scooter opgehaald trouwens, uit Ede. Dus, ik ga met de scooter naar de sportschool. Want met de scooter is het gewoon minder kilometers dan met de auto. En de auto is echt een luxe probleem, maar ik heb ook nog geen fiets hier. Weet je, hoe lang woon ik hier al? Echt al lang. Maar het maakt niet uit. Dus dat gaan we even doen. Moet ik nog iets meenemen?
Nee, I'm already. Alleen de puppy wil ook mee. Ik kan helaas niet, ik weet zo. Nee, hè? Ik kan helaas niet mee, hè? I love you. Gaan we het huis passen? Ja, hè, meisje. Kijk mijn pareltje. Oké, ik ben dus dit aan het editen. En ik wil hier even iets over vertellen. Want ik heb deze vlog dus gemaakt. Het was afgelopen week. En afgelopen weekend was ik eventjes weg. En toen is mijn scooter gestolen. Als in, hij werd gestolen. Hoe moet ik dat zeggen? Iemand ging het slot openbreken. En een van mijn buren heeft dat gehoord. En die heeft dus meteen de politie gebeld. En meteen in actie gekomen. En ze zijn naartoe gegaan. En toen is dus de scooter niet gestolen. Maar het slot was opengezaagd. En daarna heeft de politie hem bij ons binnen in de fietsenstalling gezet. Maar ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat de scooter er gewoon nog is. En als ik nu deze beelden terugkijk, dan denk ik echt van, I love mijn scootertje. En ik ben echt zo dankbaar dat ik dit heb kunnen kopen toen ik 16, 17 was of zo. Toen ik hem kocht, ooit lang geleden. Maar het is echt mijn pareltje nog steeds. Want ik droomde er altijd van om een scooter te hebben. En oh, ik ben echt zo dankbaar. En ik geloof echt dat we voor zulke soort mensen. Sommige mensen hebben zo'n goed hart. En ik snap ook niet dat sommige mensen denken van ik ga een scooter van iemand stelen. Maar ik vond het wel weer typisch. Ik moest echt bijna huilen. Ik ben zo blij dat die scooter er gewoon nog is. En ik heb ook wel gewoon een verzekering. Dus stel dat die gestolen wordt, dan kan ik gewoon. Ik weet niet wat ze dan doen eigenlijk. Of ze dan geld geven of dat ze. Ja, geen idee. Ik kan nooit meer dezelfde dan denk ik halen. Want ik heb deze toen zelf samengesteld. En ik ben er gewoon heel erg blij mee en heel erg dankbaar voor. En ik kan niet zo goed omschrijven. Ik weet ook niet wat ik hiermee wil zeggen. Maar wel gewoon dat ik echt shook was. Dat ik gewoon bijna gestolen was. Ik ben nog steeds echt mega, zo mega blij dat ik gewoon een scooter heb kunnen kopen. Long time ago. Maar I love her. En nu ga ik er ook gewoon gebruiken. Oké, dat was het. Veel, veel, veel makkelijker dan met de auto. Dus ik moet het echt veel vaker doen. Back home. Ik heb eventjes een half uurtje met een hondje gewandeld buiten, want dat moet ook gebeuren. Dus ik heb even de beentjes lekker uitgewandeld en nu ga ik even een shakeje maken. Dus ik dacht, ik laat het even zien aan jullie. Deze. Ze is echt uber lekker. Deze is strawberry lime. Een shake gewoon met eiwitten, creatine en dan neem ik één Biotic Pro pilletje. Dat is goed voor je darmwerking. Woe! Shizzle. En ik ervaar echt een plattere buik hierdoor. Omdat gewoon alle stoffen in je lichaam gewoon goed afgewerkt worden. Of überhaupt verwerkt worden. En of uitgepoept worden of in je lichaam worden verwerkt. Dus dat is echt ideaal.
En ik vind die pillen slikken echt beter als het een limonadedrankje is, zeg maar. En na het sporten heb ik soms... Ik heb zeg maar een hele energiekick van de adrenaline en van het sporten, zeg maar. Dat je weer wat hebt gedaan. Maar mijn lichaam heeft ook gewoon wat zoet nodig. Goed zoet. Want ik drink 2 van deze... Dus dat is ongeveer 1,5 liter water drink ik tijdens een workout. En dan na de workout heb ik gewoon zin in wat zoet. En dit smaakt dus echt heel erg naar Fristie. Alleen dan op een frissere manier. Omdat het niet met melk is, maar met water natuurlijk. Dat vind ik echt top notch. Beste. En I just love creatine. Because creatine zorgt er en voor dat je spieren vocht opnemen. Dus dat ze sterker worden, maar dus ook groter worden. En... Het is dus een fabel nu in deze tijd dat je creatine een stopweek moet houden. Want de creatines zijn zo aangescherpt, zeg maar, dat het gewoon goed is dat je het gewoon altijd kan nemen. En heel wat mensen zeggen dan van ja, je moet nog steeds een stopweek houden, want je lichaam moet er niet aan wennen dat je altijd extra creatine krijgt, et cetera, et cetera. Maar ja, ik geloof er niet echt in. Misschien wel, misschien niet. We gaan het zien. Hi people! Doe even de deur dicht. We gaan weer een rondje hardlopen. Ik had er dus echt geen zin in vandaag. Maar zin moet je maken. En Kwipsel wil heel graag uit. Hey baby, kom eens. Mijn kleine paradepaardje. Paardje. Yo. Ze is echt een koe trouwens. Mijn kleine koe. Die wil heel graag met mij wandelen. Dus ik zei, dan moet je mee hardlopen. Ja, want als ik de deur uit ga, dan ga ik hardlopen. Want dat moet. Dit is de Gymshark Power Mini Tank of zo. Gymshark Mini Tank. Dit is de voorkant. Dit is de achterkant. En hij is wel leuk, flattering. Maar het is echt geen Sport BH. En dan moet je door Sport BH onder doen. En dan heb je dus extra bandjes. Nou ja. En dit is de Gymshark Pocket Short. Dus hier kan ik mijn telefoon in doen. Het zijn eigenlijk dezelfde shorts als die Fitwear heeft. Alleen dan zeg maar 10 keer zo duur. Maar wel echt perfecte kwaliteit. Dus dit is de outfit. Ik pak heel eventjes een AA'tje. Voor wat energie. Oké. Ik ga even stretchen. Oké, nu gaan we even de pre-run cocktail maken en dan zijn we ready om te rennen. Loodjes, we gaan weer op een runnetje. Maar voordat we gaan hardlopen neem ik even een pre-run cocktail. Ik eet een ontbijtje. Ik doe even een warming upje. Ik doe altijd springen voor de kuitjes en deze stretches voor de liezen. Daarna gewoon eventjes de beentjes opwarmen. En dan kunnen we gaan. 1 kilometer in. Het gaat best wel goed. Een korte run in het aantal kilometers staat vandaag op de planning. Het is de dag na een leg day. En je moet je spieren gewoon 48 uur rust geven. Maar in verband met tijd dacht ik, nou ja... 24 uurtjes wachten en dan. We zijn 2 kilometer in, gaat hartstikke lekker. Kijk hoe leuk dit baantje is. Hier kan ik dus echt heel erg van genieten. Het is echt heerlijk weer voor een run. Het heeft dus de hele dag geregend, dus het is een beetje benauwd. Maar wel afgekoeld. We zijn 3 kilometer in, gaat hartstikke goed. 4 kilometer in, gaat goed. Pupsel heeft het wel heel zwaar. Dus daardoor ligt het tempo wat lager. Zoals ik had aangegeven is het gewoon een rustig loopje geweest. Hier was ik echt helemaal kapot en de hond ook. Dus die heeft lekker gedronken. En dan doen we nog wat stretches en dan gaan we weer naar binnen. En tot de volgende. Gaat het? Mijn vrouw is kapot. Oh, het was echt zo lekker. Jullie hebben de video voor de verandering al een keer gezien. Oké, ik moet echt even drinken. Ik heb wat volgens mij nog van die AA. Oh, grapje. Ik dacht het heeft gelekt. Maar dat was het niet. Lekker. Wil je ook sportdrank? Je hebt het echt goed gedaan, meisje. We zijn niet moe. Het is zo warm. Ik ga even buiten zitten.
Lekker zonnetje. Ik heb wel genoten, moet ik eerlijk toegeven. Het was 4 kilometer, kleine 4 kilometer. Maar het was lekker. Ik ben bezweet. Ik ga denk ik alvast de spersieboontjes laten koken, want die koken 15 minuutjes. En als ik zeg maar de spersieboon erin doe en het water nog koud is. En dan kan ik in de tussentijd even douchen. Dus ik ga de spersiebonen doppen en op het vuur zetten. We kunnen zo avondeten, want het is inmiddels al 6:30. 6:30. Hebben we goed gedaan, Pips? Ik ben trots op jou. Dus dan denk ik, haatje. Ik wilde gewoon plassen. Ik wilde gewoon lekker buiten spelen. Maar ik moest rennen. Zo kijkt ze echt. Quipsel, wat is er? De baddie herself. Ik zal niet eens meer met me praten. Kijk, ik ben trouwens heel trots op dit gedeelte van het balkon. Deze bananenplant gaat deze hele ruimte vullen. Ik ben er echt zo blij mee. En ik vind al die bloemetjes echt zo leuk. Zo kleurrijk. Kleurrijk bedoel ik. En dat moet ik nog even hierbij gooien. Maar kijk dit. Dit is toch zo schattig. En dit. En dat. En mijn surfboard staat scheef. Zo, kijk. Zo is het helemaal leuk. Kijk hoe knusig. Ja, I love that. Oké, dat was even een side. Dat was even side information about mijn huis. De deur laten we maar even open. Ik ga even koken en douchen. En zie ik jullie morgen weer. Tjus. Goedemorgen. Vandaag ga ik weer naar de sportschool. Dit is de derde keer sportschool deze week. En ik heb 1 run gedaan. Eigenlijk is de ideale situatie dat ik 3 runs doe. Maar dat gaat niet meer lukken deze week. Want het is nu al vrijdag. En zaterdag en zondag, 1 van de 2 dagen, ga ik een long run doen. En ja, de afgelopen weken heb ik sowieso alleen maar 2 runs gedaan. En het is niet heel erg. Maar het is meer dat als je progressie wil boeken, moet je 3 runs doen in de week. En als je op hetzelfde niveau wil blijven, moet je 2 runs doen in de week. En ik wil eigenlijk progressie boeken, dus ik moet er 3 doen. Of moet er 3 doen. Maar vandaag, mijn benen kunnen het gewoon niet aan. Want ik heb gisteren een run gedaan en eergisteren mijn benen getraind. Dus die moeten gewoon even rusten. Dus ik ga ook zondag denk ik mijn long run doen. Maar vandaag ga ik dus schouders trainen en abs en triceps. Want dat is de spiergroep die ik nog niet heb getraind deze week. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik heb dit aan. Deze zipper van Gymshark. En deze legging van de Vital Seamless collectie. Dit is echt altijd goed, de Vital Seamless collectie. Oh, en ik heb een double up sportsbra aan in het zwart. Vind ik echt heel erg mooi dat die details hier onderuit komen. Ik ga dus even sporten. Ik doe even de deur dicht. Kipso, kom je binnen? Kom maar binnen. Goed zo. De deur dicht. Ja, ik doe eigenlijk niks anders in mijn sporttas dan wat er al in zit. Misschien een beker. Even kijken, is de vaatwas er al klaar? Ja! Oké, dan neem ik mijn shaker mee. Het is niet helemaal dicht. En dan ga ik even kijken wat voor suppies ik mee wil nemen. En een banaantje. En een oatbar. Altijd een oatbar. I love oatbars. Kijk, ik heb dus nu alles hier gestekt. Ja, het staat ook een beetje overal en ergens. En dan hier in de kast. Deze staat echt boemie vol. Maar ja, hier kan ik gewoon iets beter bij. Ik doe het gewoon als ik thuis ben. Ik heb namelijk ook een beetje haast. Ik neem wel gewoon een oatbar mee voor onderweg. Crunchy yogurt. Druk, dus eigenlijk heb ik helemaal geen zin om te filmen, maar ik deed net side races. Ik zal het wel even filmen. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side.
dit is dan mijn ontbijt. Het ziet er zo uit. En hier heb je die crunch. Het smaakt wel gewoon naar kinderbueno. Oh, en als je wil dat je chocola wel hard wordt, bovenop moet je geen melk toevoegen. Of een heel klein beetje melk. En het gewoon bijvoorbeeld een hele nacht in de koelkast laten staan. Maar ik deed best wel veel melk, zodat mijn chocola een beetje, ja, zodat eigenlijk een beetje chocolademousse is erdoorheen. Want dat vind ik lekker. Maar dit kan je dus prima een avond van tevoren maken. En het dan 's ochtends even snel opeten. En dan gaan hardlopen. Ik neem nu dan water. En dan neem ik mijn runcocktail. En dan ga ik stretches doen. Mijn allereerste 10 kilometer. En we gaan weer op een groepje. We zijn 1 kilometer in. Volgens mij heb ik dit al vaker gezegd. Maar je moet juist super langzaam starten met je loop. Zodat je zuurstof naar je spieren gaat. En niet naar je longen. Als je zuurstof naar je spieren gaat, dan krijg je al krampjes en verzuring aan het begin van je loop. En dan gaat er niet meer uit. Ik ben 2 kilometer in. Maar het was 183. Dat is niet waar we voor getekend hadden. 164. Dat is beter. Kunnen we weer gaan joggen. We zijn weer bij de plas. Dat betekent dat we 3 kilometer in zijn. Ik ga een rondje rond de plas lopen. Daarna terug naar huis. Dus op 4. Mijn hartslag blijft maar echt daar zitten. Dus ik heb besloten om het even te veranderen. Naar een soort van interval. Alleen doe ik dan elke keer 1 kilometer hardlopen. En daarna wandelen. Totdat mijn hartslag weer ongeveer rond de 160 zit. We zitten op 5 kilometer in 33 minuten. We zitten op 6. Het chillen aan het loopje is dat er wc's zijn onderweg. We zijn 7 kilometer in. We zijn op 8 kilometer. Toiletjes. We gaan. 9 kilometer in. Mijn benen hebben al opgegeven hoor. Ik snap gewoon niet waarom ik de vorige keer, toen ik bijna 10 kilometer had gelopen, ik het makkelijk vol kon houden zonder stops. En nu gewoon niet. Mijn allereerste 10 kilometer. Oh, ik ben zo trots. Ik ben niet echt tevreden met de tijd die ik heb neergezet. Maar ik ben wel echt super trots dat we dit hebben gehaald. Ik moest zo op tijd weg dat ik helemaal vergeten was om een shakeje te maken. Dus dat ga ik nu even snel doen. Ik doe deze IsoClear. Dit is strawberry lime. En met creatine en electrolytes. Want door de electrolytes zorgt ervoor dat ik het water op kan nemen. Dus dat. Even kijken. IsoClear. Eiwitjes. Electrolytes. Zijn zouten voor het water. En creatine voor de gains. Kijk of ik deze electrolytes nog kan saven. Dit vest is trouwens ook van Fitwear. Hij is echt top. Ik heb hem dus in een LXL, zodat hij lekker oversized valt. Anders valt hij heel erg kropt. Deze Sport BH heeft ingebouwde pad. Kijk maar. Gewoon een mini sport BH'tje erin. Maar ik vind dat niet hele goede support voor het hardlopen. Dus ik heb er gewoon nog een normale sport BH onder. Deze top is ook van Fit. En dan dit broekje met die zakken dus. Alleen die is dus niet helemaal sweatproof. En ik dacht dus van wel. Maar dat was niet.